De minister van Handel en Industrie, Ferdinand Welzijn, ziet Nicaragua als een groot voorbeeld voor Suriname op het stuk van de economie. Van 21 tot en met 25 augustus heeft hij samen met vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven deelgenomen aan een exploratory best practices mission in Nicaragua. De minister zegt vooral onder de indruk te zijn van de samenwerking tussen de publieke en de private sector in Nicaragua. Als een van de armste landen van het westelijk halfrond heeft Nicaragua de afgelopen 4 jaar opmerkelijk gepresteerd op economisch gebied. Dit is voornamelijk gerealiseerd door een goede samenwerking tussen de overheid en de particuliere sector. Een van de zaken die mij opviel was de wijze waarop de overheid en de private sector daar samenwerken. En het is zeer opvallend dat private-public partnership daar leeft. De vorm van dialoog, de mate waarin een overleg plaatsvindt tussen overheid en bedrijfsleven en de vakbeweging, is zeer opvallend. Het is bijna typerend voor vooruitgang. En we zullen en we moeten daarvan ook leren. Sigmund Proeven maakte als lid van de Sociaal-Economische Raad ook deel uit van de delegatie. Proeven zegt dat de kwaliteit van arbeid in Nicaragua hoger ligt dan dat van Suriname. Dit heeft te maken met het feit dat meer dan de helft van de 6,3 miljoen inwoners in de beroepsbevolking zit. Daarnaast investeren veel buitenlanders in het land. Wat mij vooral, wat ik met u zou willen delen, zijn 3 zaken. 1 is dat buitenlandse investeringen, foreign direct investments, enorm zijn in Nicaragua. Het is een grotere economie qua bevolking, een iets wat kleiner land qua oppervlakte, ietsje kleiner dan Suriname, maar qua bevolking 12 keer groter. Maar ze hebben heel veel buitenlandse investeringen. Ik hoor u dan denken, ja, maar wat about de lokale ondernemers dan? Het mooie is dat de spin-off van die foreign direct investments, de doorwerking van die buitenlandse investeringen op de nationale economie, enorm is. En dat is wat wij eigenlijk moeten hebben. Het is een keuze die je maakt als economie. Ga je het alleen maar doen met local investments? Of ga je het doen met alleen buitenlandse investments? De waarheid ligt dus in het midden. Het is een combinatie van die foreign direct investments die een duidelijke link hebben met de lokale economie. Sigmund Proeven van de Sociaal-Economische Raad, die deel uitmaakte van de missie naar Nicaragua. De overige delegatieleden waren Raymond Hasnu van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers, Marita Lautan-Weinerman van Financiën en Armand Zunder van de Sociaal-Economische Raad.